Hey, welkom bij een nieuwe video. Katten zijn al eeuwenlang geliefde metgezellen van de mens. Maar wist je dat sommige kattenrassen verboden zijn in bepaalde delen van de wereld? Dit kan te maken hebben met de bezorgdheid van mensen over de gezondheid of veiligheid van het dier of omdat ze te gevaarlijk zijn om als huisdier te houden. Vandaag laten we je de 20 meest verboden kattenrassen ter wereld zien. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. De savannakat is een hybride die verboden is op sommige plaatsen in de wereld vanwege zijn wilde afkomst. Dit exotische ras is een kruising tussen een Afrikaanse serval en een huiskat, wat betekent dat het enkele van zijn wilde kenmerken behoudt. Als ze gefokt worden met een huiskat, kunnen ze enkele van deze wilde eigenschappen erven, zoals hun lange poten, grote oren en een gevlekte vacht. Ze kunnen ook enkele van hun wilde gedragingen behouden, zoals een sterk jachtinstinct, territoriale agressie en de neiging om urine te besproeien om hun territorium te markeren. Sommige plaatsen verbieden savannekatten omdat ze worden gezien als een mogelijke bedreiging voor de openbare veiligheid of de lokale fauna. Incidenten zijn zeldzaam, maar in 2012 ontsnapte een savannekat in Stamford, Connecticut uit het huis van de eigenaar en viel de hond van een buurman aan. Sommige plaatsen waar het bezit van savannekatten verboden zijn onder andere Australië, Nieuw-Zeeland en Cyprus, evenals staten in de Verenigde Staten zoals New York, Georgia en Hawaii. Op sommige andere plaatsen kunnen er beperkingen of eisen zijn voor het bezitten van een savannekat, zoals het verkrijgen van een vergunning of de kat ten alle tijde binnenshuis te houden. Nummer 19. De Schotse vouwerkat is een ras van huiskat dat bekend staat om zijn kenmerkende gevouwen oren. Hoewel dit ras populair is bij veel kattenliefhebbers over de hele wereld, is het ook verboden op sommige plaatsen vanwege zorg over de gezondheid en het welzijn van de kat. De kat heeft een genetische mutatie die invloed heeft op de ontwikkeling van het kraakbeen in de oren, waardoor ze naar voren en naar beneden vouwen. Hoewel dit kenmerk door veel mensen als wenselijk wordt beschouwd, kan het ook leiden tot gezondheidsproblemen voor de katten zelf. Specifiek kan een mutatie ervoor zorgen dat het oorkraakbeen abnormaal verdikt en vervormd raakt, wat leidt tot chronische pijn, ontstekingen en infecties in de gehoorgang. Op de lange termijn kan dit leiden tot een aandoening die bekend staat als osteochondrodysplasie, waaronder gewrichtsstijfheid, artritis en moeilijkheden bij het bewegen kan ontstaan. Als gevolg hiervan hebben sommige overheden en dierenwelzijnorganisaties besloten om het fokken of bezitten van dit kattenras te verbieden om de verspreiding van deze genetische mutatie te voorkomen. Zo is de kat verboden in delen van Europa, waaronder Denemarken en Duitsland. Nummer 18. De Chinese bergkat is een beschermde diersoort en het is verboden om erop te jagen, verhandelen of als huisdier te houden in de meeste delen van de wereld. De Chinese bergkat is een kleine wilde kattensoort die inheems is in bergachtige regio's van China, waaronder de Qingling en Mingxiang bergen. De vacht is zandbruin met zwarte vlekken en het heeft een korte staart en ronde oren met witte vacht aan de achterkant. Het is een solitair en schuw dier dat voornamelijk leeft van knaagdieren en kleine zoogdieren. Deze majestueuze katachtige staat vermeld als een kwetsbare soort met naar schatting minder dan 10.000 individuen in het wild. De grootste bedreigingen voor de Chinese bergkat is zijn habitatverlies en degradatie als gevolg van menselijke activiteiten zoals houtkap, landbouw en mijnbouw. De Chinese bergkat loopt ook het risico om bejaagd te worden door mensen vanwege zijn vacht die in sommige delen van China wordt gebruikt voor kleding en decoratie. De soort staat vermeld als een klasse I beschermende soort, wat de hoogste mate van bescherming is in China. Nummer 17. De Canadese lynx is een van de meest angstaanjagende katten die er zijn, met een ongewoon grote poten waardoor hij over het sneeuw kan lopen zonder weg te zinken. Sterker nog, zijn poten zijn zo groot dat ze tot wel 2 keer zo breed kunnen worden. De Canadese lynx is een middelgrote wilde kattensoort die inheems is in de bossen van Noord-Amerika, waaronder Canada en Alaska. Hij is nauw verwant aan de Eurasiatische lynx en wordt beschouwd als een aparte soort van de bobcat. De Canadese lynx is een belangrijk roofdier in zijn ecosysteem en voedt zich voornamelijk met hazen, maar jaagt ook op andere kleine zoogdieren zoals knaagdieren en vogels. Hij is goed aangepast aan koude en besneeuwde omgevingen en hij heeft een vacht die van kleur verandert om bij het besneeuwde landschap te passen. Hoewel de soort wordt vermeld met een stabiele populatieomvang in zijn verspreidingsgebied, wordt de Canadese lynx bedreigd door habitatverlies als gevolg van menselijke activiteiten. Als gevolg hiervan is deze besneeuwde kat wettelijk beschermd in veel delen van de wereld, waardoor je ze dus niet als huisdier mag hebben. Nummer 16.
De woestijnkat, ook wel bekend als de zandduinkat, is een kleine wilde kattensoort die inheems is in de woestijnen voor Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië. Hij is goed aangepast aan het leven in droge omgevingen en voedt zich voornamelijk met kleine knaagdieren en hazen. In Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten wordt de woestijnkat beschouwd als een zeldzame en beschermende soort en de jacht erop is verboden. De woestijnkat is ook rechtstreeks afkomstig uit mythen, waarin het wordt beschreven als een soort die erg krachtig is en zelden wordt gezien. De kat leeft in extreem hete en droge omgevingen en kan temperaturen tot 52 graden Celsius verdragen zonder last te hebben van de hitte en stress. In tegenstelling tot de meeste andere kattensoorten kan een woestijnkat al het water dat hij nodig heeft uit zijn voedsel halen en heeft hij dus geen water nodig om te overleven in de woestijn. Daarnaast heeft de kat een unieke manier van lopen die hem helpt om snel over zanderig terrein te bewegen zonder weg te zinken. Je zult hem echter waarschijnlijk niet zo gemakkelijk tegenkomen. De woestijnkat is namelijk een solitair en schuurdier dat het grootste deel van zijn tijd ondergronds doorbrengt of zich verstopt onder rotsen en vegetatie om roofdieren en de brandende zon te vermijden. Deze katten zijn verboden als huisdier in onder andere Australië, Nieuw-Zeeland en delen van de Verenigde Staten zoals Californië en New York. Nummer 15. De Pallaskat, ook wel bekend als de Manul, is een kleine wilde kattensoort die inheems is in de graslanden en steppen van Centraal-Azië. Van Iran en Afghanistan in het westen tot China en Mongolië in het oosten is deze kat te vinden. De Pallaskat heeft dik haar dat bescherming biedt tegen het koude klimaat en is goed aangepast aan zijn droge en bergachtige leefomgeving. Het is echter verboden om een Pallaskat als huisdier te hebben in de meeste landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar ze worden geclassificeerd als beschermde en bedreigde diersoorten. De Pallaskat heeft een kenmerkend rond gezicht met grote expressieve ogen en kleine oren die bedekt zijn met dicht haar om ze te beschermen tegen de kou. Hij heeft de reputatie chagrijnig en hooghartig te zijn vanwege zijn unieke gezichtsuitdrukking en gedrag. Maar eigenlijk is het een zeer volgzaam en niet agressief dier dat zelden mensen of andere dieren aanvalt, tenzij het bedreigd of in het nauw gedreven wordt. Nummer 14. In de hooggelegen bergachtige leefgebieden van het Andesgebergte in Zuid-Amerika leeft de Andeskat. Deze kleine wilde kattensoort staat op de lijst van bedreigde soorten vanwege habitatverlies en de jacht en is beschermd onder nationale wetten. De Andeskat is een van de zeldzaamste en minst bekende wilde kattensoorten ter wereld en wordt ook wel de geestkat genoemd, omdat hij zelden in het wild wordt gezien. Deze kat is ook een van de kleinste wilde kattensoorten met een gewicht van slechts ongeveer 5 tot 7 kilogram en een lengte van ongeveer 55 tot 75 centimeter. De Andeskat heeft lang dicht haar dat hem helpt om warm te blijven in de koude, hooggelegen omgevingen waarin hij leeft. Hoewel zijn dieet voornamelijk bestaat uit kleine knaagdieren en vogels, kan hij ook aanvallen op zoogdieren zoals vischara's en bergchinchilla's. Het wordt sterk aanbevolen om de wetten en voorschriften met betrekking tot het houden van exotische dieren te raadplegen in het specifieke land waarin je woont, om te bepalen of het legaal is om een Andeskat als huisdier te hebben. Nummer 13. Linkskatten zijn wilde katten die inheems zijn in Noord-Amerika. Ze staan bekend om hun kenmerkende afgekapte staarten die kort zijn in vergelijking met de lange staarten van andere wilde katten. Het bezitten ervan is overal illegaal omdat het te gevaarlijk is voor jou, voor de links en voor het ecosysteem. Het is echter niet moeilijk te begrijpen waarom mensen deze felle, maar mooie katachtige bewonderen. Linkskatten zijn namelijk uitstekende klimmers en kunnen gemakkelijk bomen beklimmen. Je zult ze ook niet zo snel horen miauwen. Linkskatten hebben een kenmerkende vocalisatie die klinkt als een korte diepe grom of een hoge schrille kreet. Deze katten zijn bekwame jagers en kunnen prooi doden die veel groter zijn dan zijzelf, zoals herten of antilopen. Ze hebben een unieke jachtstaal waarbij ze hun prooi besluipen en er dan met een snelle sprong op afspringen. Ondanks hun kleine formaat zijn linkskatten geduchte roofdieren en kunnen ze zich verdedigen tegen grotere dieren waaronder coyotes en zelfs beren. Nummer 12. De roestkat is een van 's werelds kleinste kattensoorten met een gemiddelde lengte van slechts 35 centimeter en een gewicht van ongeveer 1,5 kilogram. Deze schattige katachtige heeft een uniek vlekkenpatroon van kleine roestbruine vlekken verspreid over zijn hele lichaam. Ze zijn voornamelijk nachtelijke jagers en hebben de behendigheid om kleine prooien zoals knaagdieren, vogels en insecten te vangen.
Hun leefgebied omvat voornamelijk graslanden en droge bossen in India en Sri Lanka, waar ze de voorkeur geven aan dichte begroeien en rotsspleten. Helaas is het verboden om de roestkat als huisdier te houden in veel landen. Dit komt voort uit de noodzaak om wilde diersoorten te beschermen en hun voortbestaan in het wild te waarborgen. Wetten en voorschriften omtrent het houden van exotische dieren variëren echter van land tot land. Door bij te dragen aan het behoud van de kat kunnen ze gedijen in een natuurlijke leefomgeving en kunnen we hun voortbestaan voor toekomstige generaties veiligstellen. Nummer 11. Als deze kat uit het zand tevoorschijn komt, zul je je ogen niet geloven. Maak kennis met de ontwijkende karakal, ook wel bekend als de woestijnlynx. Deze prachtige en intelligente wilde katten komen oorspronkelijk voor in Afrika, het Midden-Oosten en delen van Azië. Helaas heeft hun verbluffende uiterlijk en jachtvaardigheid hen tot doelwit gemaakt voor jagers en stropers. In feite is de karakal beschermd of verboden in veel landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland en de meeste Europese landen. Ze staan bekend om hun ongelooflijke sprongkracht met de mogelijkheid om hoog in de lucht te springen om vogels in volle vlucht te vangen. Karakals zijn zeer aanpasbaar en kunnen in verschillende habitats worden gevonden van woestijnen en savannes tot bossen en bergen. De karakal heeft een kenmerkend uiterlijk met een korte roodbruine vacht, lange pluizige oren en een zwarte pluim aan het einde van zijn staart. Ze zijn ook zeer intelligent met het vermogen om problemen op te lossen en zelfs te leren door het observeren van andere dieren. Deze verbazingwekkende dieren werden ooit als huisdier gehouden door de oude Egyptenaren die ze zagen als symbolen van kracht en gratie. Nummer 10. Met nog slechts enkele honderden individuen in het wild is de Iberische lynx, ook wel bekend als de Spaanse lynx, een van 's werelds meest bedreigde katten. Deze kleine wilde kat is inheems in het Iberisch Schiereiland in Zuidwest-Europa waar het ooit vrij rondzwierf en een veel voorkomende verschijning was. Echter, habitatverlies, jacht en ziektes hebben geleid tot een dramatische afname van hun aantal en ze worden nu beschouwd als kritiek bedreigd. Daarnaast zijn ze ook illegaal om te houden als huisdier in de meeste Europese landen. Met een middelgroot formaat heeft hij kenmerkende pluizige oren, een korte staart en een prachtig gevlekte vacht. Naast habitatverlies en jacht heeft de Iberische lynx ook last van ziektes zoals feline leukemie en het feline immunodeficiëntievirus. Vrouwelijke Iberische lynxen hebben een unieke manier om een jongen groot te brengen. Ze verplaatsen hun welpen om de paar dagen van hol naar hol om ze veilig te houden voor roofdieren. Een ander interessant feit is dat de Iberische lynx een kenmerkend geluid heeft dat klinkt als een mix tussen grommen en spinnen. Nummer 9. De Jaguarundi is een kleine wilde kat die inheems is in Midden- en Zuid-Amerika. De naam Jaguarundi komt van een fysieke gelijkenis van het dier met zowel een jaguar als een wezel, waarbij jaguar grote kat betekent en undi wezel betekent in de Guarani-taal. Ze worden gevonden in verschillende habitats waaronder bossen, graslanden en moerassen en staan bekend om hun unieke uiterlijk en gedrag. In veel landen waaronder Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten is de Jaguarundi een beschermende soort vanwege habitatverlies. Het is verboden om op deze katten te jagen of te vangen zonder vergunning en er worden inspanningen geleverd om hun populaties en habitat te behouden. De Jaguarundi heeft een kenmerkend uiterlijk met een lang, slank lichaam, korte poten en een klein hoofd. Ze hebben een roodbruine vacht die donkerder is op hun rug en lichter op hun zijkanten en hun buik. Hun oren zijn rond en kort en ze hebben een lange staart die vaak donkerder is dan de rest van hun lichaam. In tegenstelling tot veel andere wilde katten is de Jaguarundi actief tijdens de dag en wordt hij vaak jagend en verkennend gezien in het volle daglicht. Nummer 8. Wat gebeurt er als je een huiskat mengt met een junglekat? Dan krijg je de Chowsie. In landen zoals Australië en Nieuw-Zeeland wordt het ras niet erkend en is het daarom illegaal om te importeren of te bezitten. Wat betreft de jacht, de junglekat staat vermeld als een beschermende diersoort in veel landen waaronder India, Egypte en Turkije waar het in het wild voorkomt. Het jagen op een junglekat of een hybride ras is daarom illegaal in die landen. Maar laten we nu hebben over de Chowsie zelf. Dit ras staat bekend om zijn wilde uiterlijk met gespierde bouw en opvallende vlekken en strepen op zijn vacht. De Chowsie staat bekend om zijn liefde voor water en zal vaak spelen of zelfs zwemmen in zwembaden of andere gebieden met water. Ze zijn zeer intelligent en kunnen worden getraind om trucs uit te voeren en zelfs aan een riem te lopen.
Hij heeft ook een sterk jachtinstinct en zal vaak hun eigenaar geschenken brengen in de vorm van kleine dieren zoals muizen of vogels. Nummer 7. De ocelot is een kleine wilde kat die voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika en staat erom bekend zijn opvallende uiterlijk en unieke gedrag. In veel landen, waaronder de Verenigde Staten, is het verboden om een ocelot als huisdier te hebben vanwege zijn status als beschermde diersoort. Hoewel het verleidelijk kan zijn om een ocelot als huisdier te houden vanwege zijn unieke uiterlijk en gedrag, is het belangrijk om te onthouden dat het wilde dieren zijn. Ze kunnen namelijk erg wild zijn, miauwen veel en kunnen ook veel grommen. Deze wilde kat staat bekend om zijn kenmerkende vacht die bedekt is met vlekken en strepen die hem helpen te camoufleren met zijn omgeving. Ze zijn middelgrote katten met lange poten en een lange staart en zijn vaardige klimmers en jagers. Ocelots voeden zich voornamelijk met kleine zoogdieren zoals knaagdieren en konijnen, maar eten ook vogels, reptielen en vis. Een ander interessant feitje is dat ze bekend staan om hun voorkeur om met stokken te spelen. Nummer 6. De meeste mensen weten waarschijnlijk dat katten water haten. Maar als je deze volgende kat ziet, dan is dat een ander verhaal. Maak kennis met de viskat, bekend om zijn semi-aquatische levensstijl en visvaardigheden. Viskatten hebben gedeeltelijk gezwollen poten, waardoor ze kunnen zwemmen en lopen op zachte oppervlakken zoals modder en moerassen. Het spreekt voor zich dat ze uitstekende zwemmers zijn en vaak onder water duiken om vis, krabben en andere waterprooien te vangen. Je kunt ze vinden in Zuidoost-Azië, voornamelijk in de wetlands en de mangrovenbossen van Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal en Thailand. Viskatten hebben een kenmerkend vachtpatroon, waaronder roodbruine vacht met zwarte vlekken en strepen, waardoor ze uitstekend gecamoufleerd zijn in een natuurlijke habitat. Maar alleen omdat ze semi-aquatisch zijn, betekent niet dat ze hun wilde manieren veranderen. Viskatten zijn meestal solitaire dieren en ze zijn het meest actief tijdens de nacht. Nummer 5. Alsof de marmerkat nog niet interessant genoeg was, heeft deze kleine wilde kat de bijnaam boomtijger. Deze kleine wilde kattensoort komt voornamelijk voor in Zuidoost-Azië, waaronder delen van Thailand, Cambodja, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen. Ze worden zelden gezien en staan bekend om een unieke vachtpatroon dat donkerbruin of grijs van kleur is met zwarte marmering, vlekken en strepen. Het is een vaardige klimmer en brengt het grootste deel van zijn tijd door in bomen waar hij jaagt op prooi en ontsnapt aan grotere roofdieren. Dit gedrag heeft geleid tot de bijnaam boomtijger voor deze soort. Deze katten hebben grote expressieve ogen en lange snorharen, waardoor ze uitstekend zicht en gevoel hebben. Hun lichamen zijn lang, slank en lenig, met relatief korte poten en een pluizige staart die hen helpt hun evenwicht te bewaren in de bomen. Ze worden echter fel beschermd door verschillende organisaties. De soort staat namelijk momenteel vermeld als kwetsbaar, met afnemende populaties in een groot deel van hun verspreidingsgebied. Nummer 4. De Bengaalse kat is een hybride kattenras gecreëerd door de Aziatische luipaardkat te kruisen met een huiskattenras zoals de Chinese of Persische kat. Het resultaat is een kat met een opvallend uiterlijk, waardoor het gevlekte vacht en een gespierd atletisch lichaam heeft. Bengaalse katten staan bekend om hun actieve en speelse aard, evenals hun intelligentie en nieuwsgierigheid. Ze hebben veel mentale en fysieke stimulatie nodig om gelukkig te zijn en genieten vaak van interactief spel met hun eigenaren, evenals puzzelspeelgoed en krabpalen. Ondanks hun populariteit als huisdieren zijn Bengaalse katten verboden om te bezitten in verschillende delen van de wereld. In Hawaii zijn bijvoorbeeld alle exotische huisdieren verboden, inclusief Bengaalse katten. In Connecticut en New York is het bezit van Bengaalse katten beperkt tot degenen die speciale vergunningen of licenties hebben en in sommige gevallen kunnen ze helemaal verboden zijn. Bovendien worden Bengaalse katten in Australië en veel Europese landen beschouwd als een wilde of exotische soort en mogen ze alleen onder specifieke voorwaarden worden gehouden. Zelfs op plaatsen waar Bengaalse katten legaal zijn om te bezitten, zijn er soms regels. Bijvoorbeeld, om er één als huisdier te houden, moet de soort minstens 5 generaties verwijderd zijn van hun wilde voorouders. Nummer 3. De zwartvoetkat is een van de kleinste wilde kattensoorten ter wereld, met volwassenen die meestal tussen de 1 en 1,8 kilogram wegen. Ze komen voornamelijk voor in Zuidelijk Afrika, in landen zoals Namibië, Botswana en Zuid-Afrika. Zwartvoetkatten worden doorgaans niet als huisdieren gehouden en het is over het algemeen verboden om ze als huisdier te hebben in veel delen van de wereld.
In de Verenigde Staten worden ze bijvoorbeeld beschouwd als een niet gedomesticeerde soort en is het verboden ze te bezitten zonder speciale vergunningen of licenties. Op dezelfde manier worden zwartvoetkatten in veel andere landen, waaronder delen van Europa en Azië, beschouwd als een wilde of exotische soort. Wat deze kat zo interessant maakt, is dat ze een hoger succespercentage bij de jacht hebben dan enige andere kat, namelijk 60%. Deze katten zijn voornamelijk jachtdieren en brengen het grootste deel van hun wakkere uren door met jagen op prooien. Het zijn bedreven hinderlaagjagers die een prooi sluipend benaderen vanuit een lage gehurkte positie voordat ze aanvallen. Naast dat ze vaardige jagers zijn, staan zwartvoetkatten ook bekend om hun uitstekende klim- en sprongvermogen. Ze zijn namelijk waargenomen dat ze tot 6 keer in lichaamslengte kunnen springen vanuit een staande positie. Nummer 2. De Afrikaanse goudkat is een middelgrote wilde kattensoort die voorkomt in de regenwouden van Centraal- en West-Afrika, van Senegal in het westen tot Kenia in het oosten. Ze bewonen dichte bossen en kunnen ook worden gevonden in bergachtige gebieden tot 4000 meter boven zeeniveau. Ze hebben een korte, dichte vacht die varieert in kleur van roodbruin tot grijs. De meeste kattensoorten zijn solitaire individuen, maar bij deze soort is waargenomen dat ze in paren of familiegroepen jagen en reizen. Deze katten zijn behendige klimmers en staan bekend om het grootste deel van hun tijd hoog in de boomtoppen door te brengen. Helaas zijn er misschien nog maar enkele duizenden van hen over. Vanwege habitatverlies en exploitatie wordt de Afrikaanse goudkat als bijna bedreigd geclassificeerd. Ze worden ook beschermd door nationale wetten in veel van de landen waar ze voorkomen. In de Verenigde Staten en delen van Europa en Azië is het verboden om deze katten te houden als huisdier of er zijn bepaalde beperkingen voor. Nummer 1. De cervelkat is een klein tot middelgrote wilde kat die wordt aangetroffen in de savannes en graslanden van Afrika. Ze jagen in de Sahara-woestijn op antilopen en hazen en hebben ongelooflijk lange poten in verhouding tot hun lichaamsgrootte. Hun oren zijn de grootste van alle kattensoorten en ze hebben een scherp gehoor om prooi te lokaliseren. Ze zijn ook uitstekende jagers en hun lange poten en grote oren maken hen geschikt om kleine prooien in hoog gras te vangen. Daarnaast zijn ze in staat om meer dan 3 meter in de lucht te springen om vogels te vangen. Ze hebben echter ook een ongebruikelijke manier van jagen op knaagdieren. Dit doen ze door aandachtig naar geluiden en bewegingen te luisteren voordat ze vanaf bovenaf op een knaagdier springen. In de Verenigde Staten worden cervelkatten geclassificeerd als exotische dieren en de wetten die hun bezit reguleren verschillen per staat. Sommige staten hebben een algeheel verbod op het bezit van deze katten, terwijl andere eigenaren verplichte vergunningen moeten aanvragen voordat ze ze als huisdier mogen houden. Om een voorbeeld te geven, in Californië zijn deze katten verboden als huisdier, terwijl ze in Alaska zijn toegestaan met een vergunning. Steeds meer landen hebben echter besloten om dit dier volledig te verbieden als huisdier, waaronder India, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen. Wat voor kat heb jij? En vind je dat deze katten verboden moeten worden? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.